Goeiedag, Telegraaf vandaag van vrijdag 4 maart. Hij verdiende miljoenen in de reisbranche, werd in 2012 zowat een BN'er omdat hij tijdens Sensation in de Arena werd mishandeld door kickbokser Badr Hari en nu is hij dood, Koen Everink. De politie heeft inmiddels bevestigd dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. En hier werd hij gevonden, vanmorgen rond 8:50, in zijn huis in een kleine straat met grote huizen in het Utrechtse Bilthoven, 42 jaar oud nog maar. Eerst werd de straat afgezet met linten, maar later verschenen zwarte hekken om het huis. De Porsche van Everink werd meegenomen voor onderzoek. Hij hield van snelle auto's, van voetbal ook en tennis. Hij had ook vrienden in die wereld. Hier zien we hem bijvoorbeeld samen met Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld. Dit was tijdens de Australian Open in januari. Misschien zijn het wel de laatste bewegende beelden van Everink. In een interview met de Telegraaf vertelde Everink vorige maand nog dat hij veel omging met andere tennisspelers, zoals Robin Haase bijvoorbeeld en Igor Seisling. Hij ging ook met ze mee naar toernooien als een soort therapie om de mishandeling in de arena van 4 jaar geleden te verwerken. Hij was gezond en sportief en dus komt zijn dood als een volslagen verrassing, zegt onze misdaadverslaggever John van den Heuvel. Ik heb de laatste jaren veel contact gehad met Koen Everink. Ook recent heb ik hem nog gesproken. Het bleek eigenlijk uit niets dat hij bedreigd werd. Hij voelde zich soms wel onveilig omdat hij op straat werd aangesproken door jonge Marokkanen die dan refereerden aan de zaak, de mishandeling door Badr Hari. Had daarom ook zijn huis goed beveiligd. Maar van concrete bedreigingen recent is mij niets bekend. Opvallend is dat Everink bijna ging verhuizen naar een ander, duurder huis, een villa van 2 miljoen ergens anders in Bilthoven. Volgens de collega's van Quote mocht hij daar net sinds gisteren officieel in. Hij had zin in zijn nieuwe leven, zegt nogmaals John van den Heuvel. De laatste keer dat ik hem heb gesproken maakte hij eigenlijk een hele positieve indruk. Hij was bezig met een nieuw huis. Zijn eigen huis waar hij nu gevonden is stond te koop. Hij liet bouwtekeningen zien, was heel trots op zijn nieuwe huis. Had ook weer zin in een aantal nieuwe zakelijke activiteiten. Hoopte eigenlijk een hele negatieve, voor hem negatieve periode af te sluiten. Dat was kort na het hoge beroep van de rechtszaak tegen Badr Hari. Maakte toen eigenlijk een hele vrolijke, opgeruimde indruk. En niets wees er op dat moment op dat er iets heel naars stond te gebeuren. En eigenlijk iedereen die ik vandaag heb gesproken over het overlijden van Koen Everink is diep geschokt dat dit hem moest overkomen. Net in een periode dat het eigenlijk weer wat beter met hem bleek te gaan. Ondertussen gaan in de buurt allerlei geruchten. Everink zou thuis bijvoorbeeld zijn overvallen. Maar dat heeft de politie niet bevestigd. Verslaggever Chris Ververs was vandaag de hele dag in Bilthoven aanwezig en hij kreeg schrijnende verhalen te horen. Buren vertelden mij dat zijn dochtertje Julie met betraand gezicht vanmorgen al op de arm bij vermoedelijk een agent is meegenomen en naar een rustigere oord is gebracht. Zij spraken toch al de angst uit dat het kind mogelijk het lichaam van papa heeft gevonden. Blijft wel bij speculaties. Wat er nou echt zich heeft plaatsgevonden in de woning is nog onduidelijk. Al dus Chris Ververs vandaag in Bilthoven. En het wachten is nu op meer informatie van de politie over de doodsoorzaak. Die informatie hoeven we in ieder geval niet te zoeken bij Badr Hari zelf. Althans, dat heeft de advocaten van de kickbokser gezegd tegen onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman. Ik heb vanmorgen ook even gesproken met Benedict Fiek, de advocaat van Badr Hari, die kort van stof was en zei dat ze het chockerend en verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd. Maar zei ze ook, ik snap eigenlijk niet waarom ik door iedereen word gebeld, want Badr Hari heeft hier helemaal niets mee te maken. Ze zegt dat ze hem ook niet gesproken heeft vanmorgen, zegt dat omdat hij hier niks mee te maken heeft, er ook geen enkele reden was om hem te bellen. En zegt zij, hij leest het nieuws ook. Tot zover Telegraaf vandaag voor nu. Meer over de dood van Koen Everink op onze website, video's en artikelen. En uiteraard morgen ook veel meer in uw zaterdagkrant. Bedankt voor het kijken. Fijne avond verder. Dag.